Goedendag, u kijkt naar het weersjournaal van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 10 uur zien we dat er veel wolken boven Nederland lagen. Maar het zuiden van Limburg, dat was wolkenvrij. Vanaf de Noordzee zien we nog een lange baan met bewolking onze kant op komen. Ja, daar komt eigenlijk weinig verandering in. Maar hier en daar zitten er wel gaten in. Dat betekent dat er toch af en toe opklaringen zijn. Uit de wolking af en toe motregen of een enkel buitje. En in Limburg, ja daar is het vanavond dan ook soms wat slechter weer. Dat zien we ook in de modelvelden terug. Die grijze massa, dat zijn de wolkenvelden. En vanaf de Noordzee zie je ze soms wat dikker zijn, soms wat dunner. En er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Hoeveelheden zullen allemaal niet al te groot zijn, maar in de grootschalige systemen verandert eigenlijk niets. Hoge drukgebieden ligt ten westen van Ierland. Lage drukgebieden trekken over Scandinavië. En dat betekent dat wij dus die noordwestelijke stroming houden. Pas in het weekend lijkt het lage drukgebied wat naar het zuiden te gaan. En dan draait de wind naar een meer westelijke richting. Wordt niet direct warmer, maar drogere lucht komt er dan wel. En dan wordt het toch wat zonniger. Vanavond een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De meeste plaatsen zal het droog zijn. Dus mocht je buiten het voetbal gaan kijken, dan heb je temperaturen van een graad of 16. Maar. Houd toch wel rekening met een spatje motregen. Het kan zomaar af en toe even gebeuren. In het zuiden kan lokaal een bui vallen. Dan kan het dus even wat harder regenen. Komende nacht vanaf de Noordzee weer meer wolkenvelden. Opklaringen lopen een beetje dicht. Temperaturen dalen naar zo'n 12 à 13 graden. Plaats ik een spatje regen of motregen. En dat weerbeeld houden we ook morgen overdag. Veel bewolking. Af en toe zal de bewolking dun genoeg zijn om de zon er even bij te laten. Maar snel neemt ook de bewolking weer toe. Plaats ik een spatje motregen... Uiteindelijk ligt er in de regenmeters amper een millimeter, zal eerder een paar tiende zijn. Heel lokaal dus even wat zon, nou, dan wordt het in Limburg 19 graden, in de rest van het land 16 à 17 graden. En de wind waait uit het noordwesten en die is windkracht 3 tot 4, op de Wadden af en toe windkracht 5. Kijken we dan naar het weer voor de komende dagen, dan zien we dat de vrijdag eigenlijk hoegenaamd niets verandert. Opnieuw dus wolkenvelden, wat motregen, soms even zon. Maar zoals ik al zei, zaterdag en zondag wordt de lucht wat droger. Dan krijgt de zon meer ruimte. Kan er nog wel een enkele bui vallen, maar dan wordt het toch allemaal wat vriendelijker en wat minder grijs. De temperaturen gaan dan een fractie omhoog. De meeste plaatsen komt er 1 of 2 graden bij. Dus dan komen we tegen de 20 graden uit. Dan de langere termijn. Nou, Die is niet al te spannend. We zien dat de temperatuur in het weekend even iets oploopt, daarna weer wat terugkabbelt. En de echt stijgende lijn, ja, die zien we toch nog steeds weer in die laatste week, maar het begint er wel wat steviger uit te zien. Begin juli temperaturen van 25 graden. De kans komt er in ieder geval of het echt gaat gebeuren, dat wachten we rustig af. En zoveel plezier bij het voetbal, Ik wens je ook een fijne avond. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.